Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. Vandaag ben ik hier met de Lava Valkuil. En zoals je bij de intro al hebt gezien, gaat het namelijk over dit. En wat er allemaal achter zit. Namelijk dit dus. Je doet de kist open, hier staat lol en diamanten, ik weet het niet. En je ziet dus dat hieronder dus lava zit. Ja. Dus hoe gebeurt het en hoe wordt het gedaan? Dus gewoon heel simpel, hieronder zitten... Nee, wacht eventjes, eventjes wachten, Game of 3. Hieronder zitten dus zuigers die ervoor zorgen dat je dus gewoon in de lava valt. Dus heel mooi, haha. Ja, ja. Oké, wat heb je er dus voor nodig om dit te kunnen maken? Namelijk alleen hetgeen wat hier in de kist zit. Dat is namelijk een kist met valstrik. 30 bouwbloksteen of bouwblokken. 6 blauwe wol, 6 kleefzuigers, een stuk of 6. 6 lavas, emmer, lava. 8 redstone en 2 redstone fakkels. Hoe maak je nu een kist met valstrik? Heel simpel, kist met een struikeldraad. Oké, waarmee je begint is dus als eerst een veld te maken van, Hier sowieso twee bredes, dus het maakt niet uit hoe lang deze is, zolang deze maar twee bredes, even kijken als ik gelijk ben. En je moet ervoor zorgen dat hier sowieso 4 blokken vrij zijn. Eerst 2 blokken laat je open, 6, dus 3 lang, 2 breed, dan haal je 3 diep uit. Dus we halen deze even 3 diep uit. Dat is het eerste al. Maar als volgende dus hier kist met valstrik plaatsen. Dan ga je hieronder ervoor zorgen dat deze weg zijn. Dus 2 diep weg zijn. Plaats je telkens een kleefzuiger. Aan de andere kant ook een kleefzuiger. En dan ga je eruit. Wat je als volgt doet is hieronder bij de kist. In het verlengde van de kist 2 blokjes weghalen. Net hetzelfde als aan de andere kant. Haal je ook 2 blokjes weg. En zet je een redstone fakkel aan het einde van die blok. Dus gewoon hier zo, aan het einde van die blok. Hier doe je dat ook. Dat is dat. Wat je dan doet is hier terug een blok plaatsen. Ik ga eventjes een ijzerblok terugnemen omdat ik dat overal heb. En dan ga je hier bovenop, op de zuigers, bol plaatsen. Met redstone hier, zorg ervoor dat die actief wordt. Redstone hier bovenop. Net hetzelfde als aan de andere kant doe je hier ook gewoon redstone bol op. Met hier redstone. Redstone ook. Nu, hoe komt dat de redstone aangaat? Heel simpel, omdat hier een redstone fakkel staat. Daar. Wat je als volgt doet, is hier een lava plaatsen. Pas op met het plaatsen dat je er dus niet zelf in gaat vallen. Nu, ik ben een creative, dus dat maakt op zich niet veel uit. Daarom dat je dus ook 6 emmers nodig hebt, oftewel 2 of 3. Kies je zelf. Dan kies je de grondblok. Dus de grondblok heb ik hier bloksteen. Dus dan ga je eventjes alles bloksteen maken. Wat je dan als volgt doet, is nog een beetje... De muur hoger maken of zo, dat kies je allemaal zelf. Dat is gewoon je eigen ding. En bijvoorbeeld nog even een fakkeltje bij plaatsen voor wat meer. En als volgende moet je het natuurlijk testen. Dus wat je goed moet opletten is dat je hier 3 blokken open laat tijdens het testen. 1, 2, 3. Open, dicht, open, dicht. Dus je kunt zelf eens testen door er eens in te gaan staan en eens te zien hoe de lava voelt. Geen aanrader trouwens, doe dat maar niet. Want anders ben je alle spullen kwijt. Zo maak je de lava valkuil, dat eigenlijk iets heel simpel is en nog niet zo moeilijk. Dag redstone, haha. Oh, ik zei, dag redstone. Kijk eens aan en terug een nieuwe wereld. En eventjes voor het einde wil ik nog even zeggen dat deze map downloadbaar is hieronder als link in de beschrijving. Met alle comments open, zoals je hier kunt zien, met alle comments, met bordjes erbovenop, zodat je kunt zien welke comments ik heb gebruikt, voornamelijk ook dit boekje te kunnen gebruiken. Zo. Ik hoop dat dit een fijne video was, gelieve dan een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie graag tot de volgende video. Bye!